In de komende maand mei organiseert VAN voor de tweede keer het project Maand van de Preventie. In de komende 100 seconden ga ik jullie uitleggen hoe dit project in elkaar zit. Gedurende 31 dagen gaan wij een welbepaald preventiethema naar voren schuiven. Voor 2022 is het thema huidkanker. De doelstelling van Maand van de Preventie is tweeledig. Enerzijds apothekers gericht en meer laten inzetten op preventie. Dit met een welgekozen thema tijdens de afgebakende periode met ondersteunend materiaal. Als ook de rol van de apotheker in het preventieluik effectief aan te tonen aan de overheid. En dat doen we via data te verzamelen. VAN voorziet daarom ondersteuning voor de deelnemende apothekers. Enerzijds organiseren wij een opleiding. Dit jaar zal dat een webinar zijn met professor Hoosens en dokter Macelis. Anderzijds voorzien we ook aangepast materiaal. Alle apothekers ontvangen een poster, flyers en een CNK-sleutelbos. Deze laatste is belangrijk. Waarom? We willen de gedurende maand mei jullie acties in kaart brengen. We hebben 4 specifieke CNK-codes aangemaakt, zodanig dat we kunnen effectief aantonen welke rol we spelen in preventie. Dus met andere woorden, gebruik zoveel mogelijk die CNK-sleutelbos. PharmaFlux gaat dan vervolgens al deze CNK-codes verzamelen, om dan vervolgens door professor Liesla Hoessen van de Universiteit Gent te worden geanalyseerd. Eenmaal deze analyse af is, kan VAN richting de Vlaamse overheid gaan om effectief de rol van de apothekers aan te tonen. Wil je meer weten over Maand van de Preventie of wil je graag een steentje bijdragen tot dit project? Ga dan naar vlaamseapothekersnetwerk.be.